Dat was voor mij echt een moment van eigenlijk twee dingen. Van, oh, ik wil heel graag muziek maken en shit, dat kan ik nooit. Dit is de Bendebus tijdens ADE 2018 met achter de wheels of the car, DJ Sean. Vaste chauffeur van de Bendebus. Hoe gaat het, jongen? Ja, uitstekend. Ik ben helemaal in mijn element. De Bendebus is op weg naar Mike Magoo, Mike Rogers. Hij heeft verschillende aliassen. Outlines was zijn grootste hit. Heeft hij samen met Dragonnet gemaakt. Opkomend talent. Je kent hem nog niet super goed, dus laten we heel even naar hem luisteren. Wat vind je ervan als je het zo hoort? Nou, precies wat jij zegt. Poppy, dancey, catchy. Dus ik kan wel begrijpen als je dit soort producties maakt, dat je dan in beeld bent bij bijvoorbeeld bij de radio en bij mensen die, die van platen houden die niet alleen voor de dansvloer zijn, maar die ook leuk zijn om te horen als je in de auto zit. Mike Magoo / Mike Rogers staat bij de afrit van de A10. Dus als we bij de volgende stoplichten naar links gaan, dan kunnen we hem inladen. Welkom bij mijn Bendebussie. Ja, lekker busje heb je hoor. We gaan het zo meteen over jouw drie platen hebben. Maar eerst, wat wil je drinken? Doe maar een frissie. Ja, nog geen bieren. Je wilde al een bier, maar heb ik je afgeraden. Anders ben je niet meer scherp. Proost. Drie platen heb ik aan je gevraagd. De eerste vond ik zeer verrassend. Ja, dat is Nina Simone met My Baby Just Cares For Me. My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. Nou ja, dat is gewoon, mijn vader luisterde thuis blues en mijn moeder luisterde niet zo heel veel muziek. Maar ze was heel erg fan van Nina Simone en dat stond gewoon altijd bij ons thuis aan. Kijk, haar piano solo later is gewoon, ze speelt niet piano, zeg maar. Ze is gewoon die piano. Het is gewoon alles wat, ze doet niet haar best, weet je wel. Ze is het gewoon aan het spelen. Ze is één met die piano en dat hoor je gewoon heel erg. En dat was voor mij echt een moment van, eigenlijk twee dingen. Van, oh, ik wil heel graag muziek maken en shit, dat kan ik nooit. Zeker. Welk opzicht heeft ze dan geïnspireerd? Want dit was wel ook meteen een uitdaging, ja fuck, ik kan dit nooit. Nee, maar het was ook wel een soort van, weet je, zo van, oh ja, dat is echt vet als je dit kan, zeg maar. Als je gewoon überhaupt muziek kan maken. Als je zo mooi muziek kan maken. Dan naar de plaat waar je mee doorbrak. En ja, op 3FM hebben we hem echt grijs gedraaid. Ja. Hoe is het? We hebben het over Outlines, even een klein stukje. Ja, ik word helemaal vrolijk als ik hem hoor. Maar hoe is dit in zijn werk gegaan? Het was eigenlijk via mijn manager. Die manager vroeger Don Diablo. En zij hadden een keer al een collabo gedaan. Mijn toenmalige manager had haar toen zo gemaild van, heb je nog wat? Heb je nog wat leuks? Ik heb een leuke gast in de aanbieding voor je. Ja, precies. Die kan nog niet zo heel veel, maar wie weet. Weet je wel? Toen stuurde ze een soort van schetsje. En dat was volgens mij al gelijk het refrein, zeg maar. Another one, drop the pressure, dat. En toen heb ik gewoon de vocal gepakt en daar het liedje onderheen gemaakt. En toen heeft het echt iets van 20 versies geduurd voordat het uiteindelijk de versie was die goed is. Ja. Hoe belangrijk was die plaat dan voor je? Eigenlijk tweeledig. Aan de ene kant had ik een plaat gemaakt waar ik compleet achter stond en nog achter sta, zeg maar. Ik vind het natuurlijk leuk als heel veel mensen je muziek tof vinden en dat kunnen delen en daar positieve energie van krijgt. Maar als je over heel veel mensen praat, dan ga je snel natuurlijk iets maken wat een beetje voor iedereen is. Wat de mensen ook willen horen. Ja, een beetje een soort van mainstream. En voor mij is dat de combinatie van dat te doen en toch wel uniek te blijven. En voor mij was deze plaat nog wel eigen en voor mij, zeg maar, bijzonder. En als het dan ook nog eens een keer zo helemaal uitwaaiert naar heel veel andere mensen en dat iedereen daar een soort van gemeengoed wordt, dat is natuurlijk fantastisch. Aan de andere kant was ik er nog lang niet klaar voor. Ik bedoel, ik draaide toen wel veel, maar nooit echt op grote stage. En ik dacht gewoon, ah ja, je gaat gewoon draaien. Doe je gewoon een beetje plaatje draaien. Maar er zijn natuurlijk veel meer mensen die hele andere verwachtingen van je hebben en die een show verwachten. Dus daar moest ik echt een beetje aan werken om dat te ontwikkelen. En ook productie-wise was dit een beetje een soort van toevalstreffer. En rommel op je zolderkamer. Precies. En opeens was daar die hit. Ja, precies. Laatste plaat in de rij is een productie van jezelf met Abby. En zij is een zangeres en met een fantastische stem. What should I do? Take away this madness, this feeling they don't approve. But I can't stop this epic for healing. What should I do? Meisje,
volgens mij is ze 20 jaar. Heeft echt een supermooie stem, je hoorde het net. Heeft een supermooie uitstraling, ziet er heel bijzonder uit. Heeft een soort van dedication om echt te groeien als singer-songwriter. Maar waarom is ze zo goed? Want er zijn wel meer mensen met een bijzondere uitstraling, met een mooie stem. Wat voor gevoel heb jij bij haar? Ja, ik weet niet. Er is gewoon iets aan haar wat er heel, waardoor ze meteen een gunfactor creëert of zo, weet je wel. En dat is iets heel moois. En daarnaast is ze gewoon heel gebalanceerd bezig met de stappen te zetten die ze gaat, die ervoor zorgen dat ze gaat ontwikkelen als, wat mij betreft, echt een van de grotere van Nederland. Mikey, dat was hem. Proost. Fijn dat je er was. Vond je dit een leuke video? Vergeet dan niet te liken. En als je meer wil zien, moet je even swipen, zowel naar voren als naar achter. Ik ben helemaal op de hoogte van de Bendebus op ADE. De Bende van der Lende. Maandag tot en met donderdag vanaf 18:00 PM op 3FM.